Graag de heer Van Rossum en heer Jessen. U spreekt met Job Vos uit Miami. Ik luister met veel plezier naar de podcast en zorg ervoor dat ik er geen mis. Met vriendelijke groet, Job Vos, Miami. We hebben het gehad in de vorige aflevering over de val van de Sovjet-Unie... en de rol daarin van vriend Gorbachev. Wat gebeurde er nou na het uiteenvallen van die Sovjet-Unie... Dat bespreken we in dit derde en laatste gedeelte van deze speciale paaspodcast over de veranderende wereldmacht. De drie grote spelers op het wereldtoneel zijn nu China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. En in feite speelt Rusland op het wereldtoneel op zijn best een, een tweede rangs rol. Ik weet niet hoe je dat zegt, ondersteunende acteur. Je hebt daar ook speciale prijzen voor in de toneelwereld van mensen die... Die dan heel leuk de butler hebben gedaan. Die komen twee keer een schaaltje met thee binnenbrengen en koekjes. En ik doe ze zo leuk dat ze dan ook nog een prijsje krijgen voor dat gedaan. Zoiets is het ongeveer. Poetin moet bepaald niet overschat worden. Het is een pestkop. Het is een man die ervan houdt om de, om de mensen de, de, de boel op stelte te zetten en mensen bang te maken. Maar laat dat niet gebeuren. Het is nogmaals. De huidige economie van de, de Russische federatie is, als ik het wel heb, iets groter dan die economie van Spanje. Het stelt werkelijk vergeleken met het totaal van de Europese economie, de EU en de Verenigde Staten, laat staan China waar we het nu over moeten gaan hebben, niets voor. Dus eigenlijk zitten we nu, eh, 89 en de jaren daarna, niet waar, in een wereld die niet langer bipolair is. Die als je er even over nadenkt, unipolair geworden is, unipolair, maar we zullen ook zien het is tijdelijke unipolariteit. Overigens toen, toen in feite de Sovjet-Unie totaal onverwacht overigens van het wereldtoneel verdween, eh, ja, moest er natuurlijk een soort analyse gemaakt worden van hoe zit de wereld dan nu eigenlijk in elkaar, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden. En, eh, nou, de historici waren daar niet zo erg vlot bij met de, met de analyse, zoals gewoonlijk, overigens. Uh, het het bekendste geworden is, is de analyse van Fukuyama, Francis Fukuyama, een Amerikaanse neoconservatieve intellectueel. Die heeft eerst een artikel geschreven en later een dik boek geschreven. U kunt rustig het artikel lezen, wat daarin staat, is ook wat er in het dikke boek staat. U weet, dat is een normale gang van zaken. Mensen schrijven een heel origineel artikel. Heel aardig artikel. En dan belt de uitgever op. Wilt u er een boek van maken? Ja, maar. Wordt de fietspomp erop gezet. En dan is het na enige tijd is het een ontzettend leuk artikel. Is een strontvervelend boek geworden. Ja, een hele wonderlijke ontwikkeling. Ook weer op zichzelf. Um, wat was de, dat, dat artikel? Heette The End of History. En wat, wat Fukuyama eigenlijk betoogde... Uh, vanuit een soort Hegeliaans perspectief... Ik ga niet uitleggen hoe dat zit, maar... Dat moet u gewoon even opzoeken als u dat wil doen, als u het überhaupt wil weten. Het idee was eigenlijk dat er een, een, een punt was bereikt in de geschiedenis waarbij geen duidelijk gearticuleerd, eh, concreet alternatief meer was voor een bepaalde maatschappelijke ordening: namelijk in grote trekken de liberale ordening van, van eh, de staat. Eh, en dat, dat heeft een enorme bandbreedte. In Nederland is Albanië niet, en Albanië is Nederland niet. En Nederland lijkt ook godzijdank niet in alle opzichten op de Verenigde Staten. Dus de bandbreedte, maar al, het, uiteindelijk is, is het basisidee overal zo'n beetje hetzelfde. Dat was eigenlijk het punt wat Fukuyama eh, gescoord heeft. Uh, ook in, natuurlijk in de jaren daarna, uh, al, die, al die communistische dictaturen, die werden plotseling werden dat de democratische republieken. Het, het waren de jaren, zeker de jaren negentig van. Alles ging goed, het zonnetje scheen extra fijn. Eh, nou, het, het, het was, de jaren negentig heette in veel boeken, de holiday from history. Het, het, het was allemaal fantastisch goed afgelopen. We wisten nog helemaal niet wat voor ellende we in Polen zouden krijgen of in Hongarije. Bovendien het hele Russische imperium zoals het had bestaan, werd eerst lid van de NATO. He, moet je dat goed interpreteren. Dat betekent dat de strategische invloed van die, van die voormalige Sovjet-Unie, Russische Federatie nu, dat die, dat die echt eens dus 1500 kilometer naar het oosten verschof. He. Poetin vindt ook het ineenstorten van de Sovjet-Unie... een van de meest verschrikkelijke dingen die ooit gebeurd zijn. Dat kan je vanuit zijn perspectief wel zien. Laten we de heren danken dat Poetin niet de baas van de voormalige Sovjet-Unie is. Hè? Een ongelofelijke boef. Eerste klas boef werkelijk. Um, hoe kwam ik op dit thema? Ja. En bovendien, uh, successievelijk zijn eigenlijk al die landen lid van de Europese Unie geworden. Uh, dat ze nu zo ondankbaar zijn als nu ze eenmaal lid zijn, dat vind ik ook wel vrij kwalijk eigenlijk. Als je realiseert dat landen als Polen of de Baltische Republiek, met de Baltische Republiek is verder niks mis, maar natuurlijk Polen en Hongarije niet waar die, eh, eh, ja, die handelen voortdurend in strijd met alle beginselen eh, die wij van hen vragen in de Europese Unie. Heb je weer? Ja, zijn ja. Rondjes. Rijen rondjes om bekeuringen uit te de delen. Heerlijk werk. Moet dat zijn. Ja, je zult er maar in zitten, zeg. we een ellende Verschrikkelijk gewoon. Uh, ja, want natuurlijk al die landen in Oost-Europa, dat zijn natuurlijk economisch en dat dwergen... behalve Polen, dat is een relatief grote economie, maar de hele recht stelt echt geen bal voor. Uh, die zouden natuurlijk, zonder dat ze in de EU waren gekomen, volkomen kansloos zijn geweest. Uh. Uh, nou, we zullen dat zien hè. met Little England. Mag ik dat ook nog eens even zeggen, dames en heren. Wat zou het mij ongelooflijk veel genoegen doen wanneer het United Kingdom uit elkaar klapte. Ten slotte Schotland zijn eigen weg gaat als lid van de Europese Unie weer. En uh, ik zag dat er zelfs in Wales en nationalistische sentimenten bovenkwamen. Dat is best, daar sta je van te kijken. Of als je er ooit geweest bent, dan woont volgens mij vrijwel niemand. Maar, maar kennelijk hebben ze daar ook nationalistische gevoelens. En hoe het met Noord-Ierland gaat aflopen, dat weten we niet. Het verdiende loon van niet waar, de ongelooflijke kortzichtigheid van de Tory-party. Goed, ver zijn we nu gevorderd? Eh, nou ja, de Sovjet-Unie is verdwenen, de wereld is unipolair geworden. En de die polariteit bestaat er natuurlijk uit dat er nog maar één reuze natie over is, namelijk de Verenigde Staten van Noord-Amerika, die natuurlijk ook het toneel in de jaren, late jaren 80 en in de jaren 90, volledig hebben gedomineerd. Dat spreekt voor zich, denk aan de Joegoslavische crisis, waar we nu niet op alle ins en outs zullen ingaan, maar zonder het optreden van de Verenigde Staten zou dat eh, tot twee toen niet tot een goed einde zijn gebracht. Men dacht ook dat economisch de bomen de hemel in zouden groeien in de jaren negentig. Amerika was de great jobs machine, ook de Nederlandse economie draaide trouwens als een tierenlier in de jaren negentig. Daar zijn allerlei redenen voor dat het ook niet allemaal even gezond was, maar daar zullen we in feite ook niet op ingaan. Naast de analyse van Fukuyama was er nog een tweede analyse van een veel conservatievere Amerikaanse columnist, zeker Charles Krauthammer. Of je dat ook op zijn Engels moet uitspreken, weet ik niet helemaal. Het is op zichzelf wel een eigenaardige naam, natuurlijk Krauthammer. Krauthammer zei: Kijk, en die is ook de uitvinder van de term het unipolaire moment. Zei kijk deze toestand die zal niet eeuwig duren. Nou, dat blijkt. We zullen zien. Daar had hij het grootste gelijk van de wereld in. Dus we moeten deze unieke situatie, dit window of opportunity, zoals dat zo treffend heet, moeten we gebruiken om de wereld naar onze hand te zetten. En wij hebben ook het recht om dat te doen, want wij zijn een ideale, een, een, een ideeel gefundeerde natie. We hebben altijd gestaan voor democratie enzovoort. Als er een beetje doorgezet moet worden om onze zin te krijgen, moeten we dat niet laten. Dit is onze kans, dit moeten we doen. En je begrijpt niet waar dat dit als muziek in de oren klonk van allerlei lieden van 9-11 die alle mogelijke hele akelige plannen met de wereld hadden. We zullen zien hoe dat uitwerkt. Dat was Kruidhammer, het unipolaire moment. Nu moeten we toetasten, nu moeten we de wereld veranderen. Hij waarschuwde ook nog voor de zogenaamde weapon states. Dat waren landen zoals Noord-Korea. Ik zeg maar, in, laat ik het kort samenvatten, volkomen achterlijke landen met een hypermodern militair apparaat. Had hij nog meer Iran geloof, kennen we De latere Axis of Evil van Bush junior. Allemaal een lulkoek eerste klas natuurlijk. Noord-Korea, dat moeten we gewoon hebben. Bij Noord-Korea is het verreweg het best om de dood te zwijgen. Dat is... De meest prima oplossing die er denkbaar is. Noord-Korea is een doodsbang landje. Niet waar, volstrekt geïsoleerd, wat nergens iets van terecht heeft gebracht. Uh, als je maar genoeg lang genoeg werkt en er genoeg geld is, stopt, kan iedereen een atoombom bouwen. Ja, als Nederland dat lollig zou vinden, zouden wij zonder grote moeite een atoombom kunnen bouwen. Maar de vraag is: hoe moet je ermee precies mee? Want wij worden niet. Nou, dat is wat Noord-Korea denkt. Als we die bom niet hebben, dan. Kunnen er de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. Zolang China besluit dat Noord-Korea moet blijven bestaan, dames en heren. Ik zeg het maar even: zal Noord-Korea blijven bestaan. En China vindt dit prima geregeld zo. Want als Noord en Zuid-Korea samen zouden kunnen worden, zouden worden gevoegd, dan zou dat allerlei verwarring, en gaal, tijdelijke chaos met zich mee kunnen brengen. Bovendien, niet waar is het natuurlijk veiliger om Noord-Korea aan je grens te hebben dan uh, Zuid-Korea, wat een hele vitale economische staat is, die bovendien verdragstechnisch door de Verenigde Staten wordt beschermd. Kortom, dat Noord-Korea nog bestaat, hebben wij volledig te danken aan China. Ik zeg het maar even, dat u zich daar verder geen zorgen over hoeft te maken. Dat scheelt nog een stuk. Hè. Waarom iedereen zich daar wel zorgen over maakt, ik zou het u niet kunnen uitleggen. Het is weer een van die dingen. Dan is het over internationale politiek, er zijn allerlei deskundigen, mensen die er beweren er van alles van te weten. Die in de loop van de tijd, sinds ik daar een beetje over lees, zo af en toe de meest gruwelijke nonsens hebben uitgekraamd. Maar goed, ook dit tussen haakjes. Eh, waar waren we gebleven? Het unipolaire moment, in feit. Het unipolaire moment. Ja, daarbij kun je nog wel in de jaren negentig zakt eigenlijk Rusland volledig weg in. Het, het is een drama. Uh, het het, het, het bruto product neemt met 40% af. Er wordt armoede geleden, de pensioenen zijn verwoest. Het is, het, het is diep, diep terug. Waar toch waarschijnlijk ook de, de, de fundamenten zijn gelegd voor het ressentiment, Wat in allerlei opzichten de huidige Russische regering voortdrijft. Hadden we dat niet beter kunnen doen? Ja, ik denk. Oh, Neemt u mij niet kwalijk, ben ik dan? Even kijken. Ja, de telefoon. heb ik hem toch weer niet uitgezet. Geeft niks. Okay. Excuses. Ik heb geen idee wie het was. Excuses. Um, maar waar waren we gebleven? Ja, we hadden Rusland hadden we moeten steunen. Dat had wel wat geld gekost. Er is ook wel eens gezegd, er moet een soort Marshallplan voor dat, voor dat volledig verkruimelende Rusland maken. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn geweest. Ik denk dat we een beetje, dat zei Gorbachev altijd, er moet een Europees huis komen. En Rusland wil ook graag in dat Europese huis wonen. En we hebben Rusland volledig naar de verdommenis laten gaan. We hebben Rusland totaal. Ik heb het hier. We, 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 we. Nederland had, speelde daar geen prominente rol in, maar ik denk toch in het bijzonder aan de Verenigde Staten en deels ook aan de Europese Unie. We hadden Rusland bij moeten staan in zijn moeilijkste uur, in zijn nood. Ik denk ook dat Rusland dan nu een ander land zou zijn met een andere relatie met Europa dan eh, nu het geval is. Dus ik zie dat als een kapitale, egocentrische, kortzichtige vergissing in, de, in dat gelul van hè, de Holiday from History... en dat we het beschuit hadden uitgevonden. Gaan ze maar doen. Nu moeten we naar het wonderbaarlijke verschijnsel. Ik signaleerde het al... terwijl de Sovjet-Unie instort. Niet waar, alsof, alsof het hele... gemeente door boktoren was opgegeten... als het ware. Het hele huis... plotseling in een... Hè, je hebt dat wel eens dat ineens ergens... een heel oud huis instort. Nou, Zo is het eigenlijk met de Sovjet-Unie ook gegaan. Het is een droevig lot. En tegelijkertijd, niet waar reist op in China, een van de, van de snelst groeiende industriële systemen. Eigenlijk het grootste industriële wonder sinds het begin van de industriële revolutie in Engeland in de 18e eeuw. Ik denk, anders kun je het toch niet noemen als je ziet wat China in 40 jaar tot stand heeft gebracht. Hoe komt dat nu? Want dat moeten we nu even zien te verklaren natuurlijk. Ik zei al, dat begint eigenlijk vanaf het moment... Dat Mao Tse toen tung doodgaat, september 76. Dan, dan kunnen ze stap voor stap weer naar een enigszins normaal geordend uh, 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 procedure zich, uh, zich ontwikkelen, zich daarop oriënteren. Uh, en dan uh, besluit uh, een, een deel van het politbureau, want Denk doet het ook niet zo pier eentje natuurlijk. Denk was zelfs niet, was eigenlijk de, de onofficiële leider van China. Uh, en, en nou ja, er bestond een breed gevoel, China moet zich moderniseren. En dat lag ook wel voor de hand in Oost-Azië, omdat natuurlijk in Oost-Azië hadden een aantal landen laten zien hoe dat kon. En dat dat verdomd snel kon en dat je bovendien spectaculaire resultaten kon bereiken. Want daarbij denken we natuurlijk aan Zuid-Korea. Niet waar, een van de, van de grootste exporteurs ter wereld Het is nou dat we toevallig in een Duits autootje zitten, maar... Je hoeft me even rond te kijken en al die Hyundai's en Kia's en ik weet dan niet wat allemaal, is dat allemaal Zuid-Korea. Thuis hebben we een televisie van Samsung, Zuid-Korea. Zou wel ergens anders geassembleerd zijn, maar toch, we hebben een wasmachine. Ik heb al eens over de wasmachine gesproken, een hele sympathieke wasmachine. Omdat die als die klaar is, dan speelt die een muziekje, heel leuk, klassiek muziekje, waarschijnlijk kun je een keuze maken. Maar ik moet zeggen, het hele idee dat je een wasmachine bouwt, die bij voltooiing van het wasproces en een muziekje speelt, dat, dat geeft toch aan dat, dat zit er zeker een Aziatische fantasie in Want ik heb nog nooit gehoord dat iemand in Europa dat bedacht had, He, zoiets leuks. Uh, ja, Zuid-Korea, Taiwan, uh, Singapore is een klassiek voorbeeld. Hongkong natuurlijk, in feite een deel van China, wat zich, omdat het een Engelse kolonie was, op, op unieke, individuele wijze kon ontwikkelen. Dus die Chinezen had, konden zien: kijk eens even, dit is mogelijk. En in feite hebben zij eh, een deel van die, van die ervaringen hebben zij ook gebruikt. Daar komt we zo over te spreken. Maar eerst moet eigenlijk duidelijk worden gemaakt dat zij iets hebben gedaan wat de Russen juist niet hadden gedaan. De Russen hebben geprobeerd om die economie die van top-down te hervormen. En de Chinezen hebben de economie in feite in eerste instantie van de bottom-up hervormd. En dat ze dat van de bottom-up hebben gedaan, lag eigenlijk aan het feit, was eigenlijk uit nood geboren. Want ze, ook zij werden bedreigd door voedselproblemen, dat er te weinig, te weinig te, tevreden was in grote trekken. En eh, dat zat hem eigenlijk toch in de collectieve landbouw. Er is bij mij weten geen land ter wereld waar de collectieve landbouw ooit behoorlijk gefunctioneerd heeft. Eh, al die collectiviseringen van die landbouw zijn later in meerdere of in mindere zijn die weer teruggedraaid. Ik weet niet of er nog, ja Noord-Korea zal ongetwijfeld, Daar hebben ze ook honger, dus dat klopt dus in feite ook wel. Uh, en in een aantal districten in China, want dat, ik heb wat over China gelezen, een van de dingen die ik natuurlijk helemaal niet wist, je denkt dat het een repressieve totalitaire staat is, dat is het ook in allerlei opzichten, maar het is ook tegelijkertijd een heel sterk gedecentraliseerde staat. Het is fiscaal ook een heel sterk gedecentraliseerde staat. En, en ja, goed, er zijn allerlei provincies in, in, in China die groter zijn dan Europese landen. Want laten we even niet vergeten hoe groot China is. China is qua oppervlakte eigenlijk vrijwel even groot als de Verenigde Staten. Of zelfs misschien. Ja, ik denk. Hè, wat zijn de grootste landen? Dat is natuurlijk in de eerste plaats de Russische Federatie. Maar goed, we weten dat het bestaat voornamelijk uit ongelukkige dennenboompjes. Ja, als je even ten oosten van Moskou komt, dan kun je door fietsen naar Vladivostok en nou. Dan heb je de grootste collectie dennenbomen gezien die niet ooit bestaan heeft in allerlei opzichten. En dan natuurlijk Canada, vreemd genoeg, maar ook dat is grotendeels een groot deel onbruikbaar territorium. En dan China en de Verenigde Staten, dat zijn de vier grootste landen ter wereld. Ik weet niet precies hoe het met Brazilië zit, dat zal daar waarschijnlijk wel snel achter komen nu ik toch over Brazilië heb gesproken. We hebben natuurlijk een aantal jaren enorm veel gelezen over de zogenaamde BRIC-landen. BRIC, en dat is Brazilië, Rusland, eh, hemel, India en China. En die werden altijd op een hoop gegooid, dat is een, een beetje een vreemde zaak eigenlijk. De enige twee werkelijk interessante landen daarbij zijn India en China. Nou, China is tegenwoordig, komt vanzelf aan de orde, de grootste economie ter wereld en zal nog verder doorgroeien, speelt een hele dominante rol. In de mondiale economie. Hoewel het ook daarvan slechts 12,5% is. Laten we dat niet vergeten. De mondiale economie is al heel erg groot. India is een land met enorme potentie. Maar volstrekte chaos. Dat is ook de reden dat het nou in, op het wereldtoneel niet een indrukwekkende rol kan spelen. Het is een rommeltje. Niet waar, waar, nou ja, we zien nu hoe de pandemie in India huishoudt. En daar word je niet vrolijk van. Het heeft ook een infrastructuur die, nou ja. Die, die was in Albanië zich nog ze voor zouden schamen, bij wijze van spreken. Ja, sorry dat ik steeds uit Albanië ter sprake ben. Dat is uh, niet een van de meest succesvolle, succesvolle landen ter wereld. Uh, en ja, dan heb je ook nog Brazilië en Rusland. nou en, ja, Brazilië, dat weten we. Het. Kijk, ook Brazilië is zo'n land waar in principe alles mogelijk is. En, en, en wat zo, zo ongelooflijk slecht gerund wordt door de Braziliaanse elite. En, en door de Braziliaanse kiezers die, die ons die Bolsonaro opgeserveerd hebben. Ja, dat, dat, het, dat het steeds niks wordt. En dat geldt eigenlijk voor Rusland precies zo. Ook, ook Rusland, zolang het onder, onder het huidige regime zal zuchten. Want dat kun je Russen zeggen, wordt het niks. Het is een zooitje. Het zijn dieven en moordenaars. En, en ik weet niet precies hoe het in Brazilië zit. Maar je hebt de indruk dat het ook wel dieven en moordenaars zijn en allerlei opzichten. Misschien iets minder moordzuchtig dan Poetin, die Bolsonaro, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het, het zijn dus landen die zo slecht geregeerd worden dat ze hun enorme potentie totaal niet kunnen gebruiken. Dus ik vond alle gelul over die BRIC-landen altijd een beetje eigenaardig. Omdat die BRIC-landen eigenlijk onderling en nauwelijks vergelijkbaar zijn. Ik bedoel, China is een reus die relatief competent bestuurd wordt. Uh, India is een potentiële reus die uh, nogal chaotisch bestuurd wordt. Uh, ook al chaotische binnenlandse structuur heeft politiek gezien. Ja, en die twee anderen die, die zijn gewoon niet stito serieus te nemen. <coughs> dus die hebben wij ook niet behandeld. <coughs> Vandaar China. Waarom die terug naar China? Ook in China zaten ze dus met een, met een dreigend voedselprobleem. En toen hadden in sommige van die reusachtige provincies. hadden daar de provinciale chefs gezegd: van ja. we gaan daar iets aan doen. We gaan die, die hele collectieve boel dan gaan we terugdraaien in de landbouw. We gaan die mensen weer. dat het gezinnetje zelf de landbouw kan bedrijven. Familiebedrijven. Familie nou, dan zijn ze aanvankelijk in Beijing, moet je tegenwoordig zeggen. Gdansk, Beijing. Solidarnosc... Eh. Ja, je moet er goed op oefenen op die dingetjes. Uh, in Beijing waren ze eigenlijk niet zo gelukkig mee, maar ze zeiden toch, ga je gang, maar, maar dit, je weet het maar nooit. Dat is wel een van de sterke punten toch van dat hele beginnende industrialisatieproces in China. Dat ze waren bereid om te experimenteren. Laat eens kijken of het werkt. Als het werkt, nou hartstikke mooi, de vlaggen uitwerken. Niet gaan we iets anders doen. Ja, dat is een ideale, ideaal beleid te maar je moet wel bereid zijn als het niet werkt iets anders te gaan doen. En niet dan met de boel te laten verzukkelen. Ja, moet ik toch wel even aan Nederland denken. Ja, dat, dus dat gebeurt. En dat blijkt een gigantisch succes te zijn. Binnen enkele jaren is de graanopbrengst en de rijstopbrengst 25% hoger geworden, wat natuurlijk relatief veel is. En iedereen heeft te eten enzovoort, enzovoort. Ook hier zie je dus van de bottom-up is dit. Van collectief naar familiebedrijf in feite. En dan geven ze ook toestemming dat op die eventuele familiebedrijfjes of in. Winkels of kleine, daar kleine uh, uh, hoe heet het, bedrijfjes, tot, ik geloof me tot zeven personen in, met zeven personen maximaal in dienst, die kunnen doen en laten waar ze zelf zin in hebben. He, dus die heb je ook Dat blijkt ook een gigantisch succes te zijn. He, in dat enorme land. Want je moet steeds, als je over China denkt, moet je denken 1,3, ik geloof nu 1,4 miljard miljard mensen. He. Dat is pro globaal 200 keer Nederland, als ik het wel heb. 200 keer Nederland. Wij zijn in feite, ik heb het al eens eerder gezegd. Wij zijn een flinke, een flinke Chinese stad, zijn wij. Hè? Wuhan en omgeving. Dan. Je kunt, kunt Mark Rutte het beste zien als een niet al te betrouwbare burgemeester. Hè? Zodat, dat, daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. Ja, wij moeten niet te veel verbeelding ontwikkelen zelf, want wij zijn echt een, een dwergstaatje. Ja, we zouden, nou, laat ik daar niet, niet al te flauw over doen. Ik ben blij dat het bestaat en dat ik er woon. Nou ja. Het is jammer dat er van die mensen zijn die zo'n idiote vogel rijden, maar <laughs> ja. Ja, hij is verdwenen. Hè? Dat is... Er is niemand meer gekomen. Nee, 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 op een of andere manier. Kijken ze naar binnen en denken ze: oh jee, He? dat gaat fout. We worden becommentarieerd. Um, ja, dus die kleine bedrijfjes. En dan komen ze nog met een derde lumineus idee, namelijk Special Economic Zones. En in die Special Economic Zones, nou, daar mocht in principe alles. Dus de, de, de gangbare uh, regelzucht van, van, de, van de centrale overheid, die gold daar in feite niet. En die Special Economic Zones boden ook aan buitenlandse investeerders zeer ruime mogelijkheden om daar hun gang te gaan. En een van de beste, beroemdste Economic Zones was eigenlijk het achterland van Hongkong. Hongkong maakte al in allerlei opzichten gebruik van arbeid in dat achterland, dus zeg maar, in, in communistische China. En dan, zeg, maar om van het een naar het ander te komen, er was een onzaglijke heis met grenscontrole. Je kent dat wel van die mannen met van die grote petten op en stempels en, en papieren en nou ja, al die flauwekul die... Flauwe kul die Naties verzinnen in feite. Uh, om hun grenzen af te grendelen. zonder dat dat veel effect heeft. En dan besluiten ze dat moet makkelijker kunnen, allemaal. Weet je wat, we bouwen daar ook wat hotels en zo. Dan kunnen we in principe mensen in onderbrengen. En dan ontstaat daar bij Shenzhen heet dat. Ik heb geen idee of ik dit juist uitspreek. Niet waar, maar het gaat eigenlijk over het traditionele kanton. Guangzhou heet het. Nu, ja, nogmaals, ik, ik voel me altijd wat onzeker op dit terrein. Ik moet eigenlijk nog een kleine cursus Chinese uitspraak doen. Daar komt een special economic zone tot stand. Ik noem dat Shenzhen, dat noem ik met een zekere opzet. Dat was een dorp in, in maar zeg, 79, 80. En, en werd, wordt in tijdsverloop van 20 jaar een stad van 10 miljoen inwoners. En dat hele gebied, zeg maar, traditionele kanton. Dus dat is Zuidoost-China, voor de mensen die het even opzoeken. Zuidoost-China, zeg maar... De hele hele bubbel achter, achter Hongkong. Uh, dat wordt een van de meest productieve regio's ter wereld. En uh, ja, die, die groei van, van China is, is ronduit verbijsterend. Wat ze bovendien combineren met, de, met, de, met het aanleggen van een immense, uh, gigantische nieuwe infrastructuur. Er zijn zelfs mensen die zeggen: Nou, China heeft teveel infrastructuur aangelegd. Hè. Ook omdat het. Uh, na de kredietcrisis een soort uh, uh, nuttige stimulans was om nog wat lekkere, lekkere infrastructuur aan te leggen. Maar ja, in feite, in twintig jaar is, is, heeft China zich al ontwikkeld tot een reuze economie. Ze hebben ook enorm veel voordeel gehad van al die kleintjes die zich al eerder in Oost-Azië hadden ontwikkeld. Ten meer omdat een deel van die kleintjes eigenlijk gewoon een soort buitenlandse Chinese provincies was. Dat was natuurlijk Taiwan vanzelfsprekend, eh, idem dito Hongkong eh, en in zekere zin ook Singapore, waar de, de Chinese groep verreweg de grootste etnische groep is, als ik het maar goed herinner. En, en al die waren, al die, zeg maar, die, die, die buitenlandse Chinezen, kun je dat zo noemen? Eh, hoe heet dat nou? Nou, al die Chinezen die buitenland, Kijk, de belangrijkste economische zakelijke groepen in Indonesië, dat zijn Chinezen. Ja ook dat ze elke 25 jaar slaan ze er een paar honderdduizend dood. Je bedoelt niet de experts. Ex, ja, het zijn een soort experts, ja. ja. Uh, een soort diaspora, zo heet het toch eigenlijk, hè? Het is de Chinese diaspora. Die waren allemaal door en graag bereid om te investeren in die zich ontwikkelende Chinese economie. En beschikte bovendien over de expertise, hoe je dat doen moet. Hoe je de modernste technologieën en de beste middelen, en, en hoe je die uh, kunt inzetten. Nou ja, dat, het, het, het telt dat allemaal bij elkaar op. Het voorbeeld neemt Taiwan. Hè, want natuurlijk, uh, 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 dat, dat Foxcon wat, wat uh, onze iPhone in elkaar... Die dan net zo... He, noemt het dan te Ja, het is ongelooflijk, hè? Ik had hem uitgezet, toch? Je zei van wel, maar... Ik ga hem ja, dit is ongelooflijk, dames en heren. Maar de mijn telefoon, die achterop pas ook op uw eigen iPhone kunt u even kijken, wordt in elkaar gezet door een firma die Foxconn heet. En, en wordt in elkaar gezet op het vasteland van China. Door allemaal hele fijne handjes van Chinese meisjes die niet al te fatsoenlijk behandeld worden. Al beweert Apple geloof ik van niet. Eh, maar dat is uit de feite een Taiwanese firma. Dus ja, dat, dat, dat samenspel van die, van die uh, Chinese diaspora in Oost-Azië en, en het opstrevende China. Dat heeft enorme positieve effecten gehad. Dan wordt China lid van de World Trade Organization. Want dit alles, deze enorme expansie natuurlijk van, van China. Waarbij in feite zeker, we hebben het nu even over rond het jaar 2000. Toch enkele honderden miljoenen mensen opgetild waren uit een toestand van derde wereldoarmoed naar een, een redelijk klein burgerlijk uh, welvaartsniveau. Op zichzelf zelfs natuurlijk een wonder van ontwikkeling, moet je, moet je zeggen. En dat gaat nog steeds door, want ik geloof niet dat, uh, dat nu alle 1300, 1400 miljoen Chinezen ook op dat welvaartsniveau gebracht zijn. Dat is niet het geval. Er zijn ook hele grote inkomensverschillen in China zonder meer. Uh, maar nu ben ik even kwijt waar ik het over had uh, ze worden ja, waar, dit, dit hele wonder, dit hele productiewonder, want dat is het eigenlijk in feit, een productiewonder is natuurlijk alleen mogelijk gebleken bij gratie van het feit dat de mondiale economie een open economie was en is, al zijn er nu tegenwoordig alleen mensen die willen daar eigenlijk van af en ja, uh, die willen dat het allemaal weer nationaal georganiseerd wordt dat het een rijpende Totale misvatting. Uh, uh, ja, er zijn in feite zijn er 600 miljoen uh, arbeiders bijgekomen in de wereldeconomie. En dat heeft voor sommige arbeiders in, in de westerse landen, heeft dat vervelende gevolgen gehad. Uh, dat ze die deels hebben laten stikken, dat is vers 2. Dat was in de Verenigde Staten, uh, uh, deels ook wel in Europa. Dat had niet moeten gebeuren, dat had gecompenseerd moeten worden, maar dan nog, geloof ik zelf. Dat het beter is dat de rest van de wereld zich ook economisch ontwikkelt, in plaats van dat de ontwikkeling zich beperkt tot een betrekkelijk klein aantal landen. En nou ja, die open economie, dat, dat noemen we dan hè, de globalisering, globalisation. Ik spreek liever van mondialisering, dat vind ik een netter woord. En dat is ook meer, denk ik. In overeenstemming met de regels van het Nederland. Die mondialisering heeft natuurlijk in feite mogelijk gemaakt wat er in China gebeurd is. Daar zon. Vandaar dat het ook raar is dat veel kritiek nu op China zit. Ja, die Chinezen die willen, die willen de wereld domineren. en Dan volgens hun regels en zo. Dat willen ze helemaal niet. Ze zijn dolblij met de wereld zoals die is. Ze hopen vooral dat die open blijft. En dat we niet vervelende tariefoorlogen krijgen. Die overigens in het geval van Trump niets nuttigs hebben opgeleverd. Maar nu nog even terug naar die reuze economie, die eh, volgens het, ik, ik meen, ik denk het IMF, die zeiden altijd, als je naar koopkrachtpariteiten kijkt, dus wat je met geld kunt kopen en niet naar de valutaverhoudingen op de internationale financiële markten, dan was China al in 2014 de grootste economie ter wereld. En zou het vijf jaar later, dus dat is alweer 19, dus dat is alweer twee jaar achter de rug, zou het 20, al 20% groter zijn. Dus dan is China allang, en ik denk dat dat zo is, toch, de grootste economie ter wereld. We hoeven ook niet eindeloos te blijven zeuren. Of het nou China is of de Verenigde Staten, dat doet er natuurlijk ook niet zo verschrikkelijk veel toe. Het zijn beide giganten op het wereldtoneel. Tot zover deze speciale Paaspecial van Maarten van Rossum, de podcast. Morgen dan zijn we weer bij je terug met een reguliere aflevering. Volg ons ondertussen op Apple Podcast door te klikken op het plusje op de pagina waar je deze podcast luistert. En op Spotify kun je klikken op volgen en het belletje. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het échec e van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum en de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.